Nou, uiteindelijk hebben we de pot verslagen van het ijsgebied. Ik bedoel het sneeuwgebied. En we hebben Mamoshka verslagen hier, die hier zat. Dus dan moeten we maar doorgaan. Wat komt nu? Wat komt nu? De beste is broedersweer. Niet verzonnen. Jij zien? Ja. Kills naar boven. Slecht. Ja. Ja, heel slecht. Als rotte bloemkool. Tijd voor opgeven. Bergtop vergeten. Kleine broer, bergtop hier. Wat? Ja, bergtop hier. Ho, 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 ho. Lach op bergtop. Oké. Nou, dat boeit er niet zo heel veel. Maar goed, wij gaan eens kijken wat er boven aan de hand is. Oh jee, wat hebben we hier? Bowser weer. Ja hoor, wat dachten we? Eindelijk! Skip! Ik ga die droomsteen gebruiken om mijn dromen uit te komen. Skie! Amreas! Skink! Skiet! Skief! Ja, en wat hebben we hier? Wauw, wat is er met jou gebeurd, vriend? Zie je er altijd zo uit? Jawohl! Nu ben ik terug in deze wereld, Mien. Kan ik ook mijn eindbare vorm niet aannemen? Skrie! Hè, niet slecht. Je ziet er best boosaardig uit. Bowser, dit is gebeurd omdat wij elkaar hebben ontmoet. Skriet! En nu hebben we de droomsteen in ons geklauwen. Skrie! Wie moest de droomsteen nu gebruiken? Skriepie! Oké, hoe doen we dat? Griep, hier hebben we energie nodig. Met deze energie laten we de droomsteen alle wensen uitkomen. Oh, hoe zei ik dat? Al mijn wensen, dat lijkt me wel wat. Wat ga jij wensen? Dat je die rare prijs in je stem kwijtraakt? Griep, ik wens je de wereldheerschappij. Wacht even, wat? Je kan maar beter iets anders wensen, vriend. De wereld heb ik namelijk al geclaimd. Skip, ik versprak me. Ik geef jou de wereld. Ik wens alleen de vrijheid om mijn vleugel te spreiden. Ik wil kunnen doen wat ik maar wil. En dan ben ik gelukkig. Daar kan ik wel in vinden. Hahaha, dan is het opgelost. Kom op, we nemen samen de wereld over. Uw dromigheid. Wij staan klaar om uw wens in vervulling te laten gaan. Mooi. Dan laten we maar dan maar even... Wat hebben we hier? Mario? Mario en de groene snor. Hoe hebben jullie ons gevonden? Dat was zelfs nog een dommel van geluk. Nog een dommel. En geef ons nu die droomsteen terug. Antasma. Ons laatste gevecht is alweer lang geleden. Ik weet niet hoe het is gelukt om naar deze wereld terug te keren. Maar het wordt kort verblijf. Ik stuur terug naar Dromenland. Skrimbed, doe! Steek je in de das nu alweer in mijn zagen? Weer heb ik keine tijd om in deze onbenullen te spelen. Wie moest energie samelen voor die droomsteen? Hey Mario en Luigi, moet je dit horen? Een muziekje? Alles en iedereen zou slapen. Wat is dat voor muziek? Is dat soms het slaaplied? Je hebt het goed geraden. Dat is het slaaplied. Iedereen die het hoort, zo slaven als een stein. Ah, Sergeant Guy meldt zich voor een dutje. Waarom ben ik zo slaperig? Heb vandaag al een tukje gedaan. Koning Bowser, ik wens u wel te rusten.
nergens last van. Wacht, hé. Jullie vallen zomaar in slaap? Dit is toch geen plek voor een dutje? Word wakker. Word wakker. Het slaaplied heeft geen effect op ons. Maar normale wezens kunnen niet weerstaan. Dit gaat helemaal fout. Wij zijn een levensgevaar. We kunnen ons het beste terugtrekken. En de droomsteen dan? Niets aan te doen. Ik kan Antasma wel aan. Maar als Mario in slaap valt, kan niemand Bowser stoppen. Ik snap het. Wegwezen hier. Wow, dat zei ik echt raar. Mario, Luigi, word wakker, nu! Ah, oké. Mario is inmiddels wel weer wakker, maar Luigi, nou, nee. Die is aan het slaapwandelen. Wahaha, kijk ze eens rennen. Jullie zijn nergens veilig. Oh jee. Wow. Mario is geschrokken van Luigi zo te zien. Word wakker, Luigi! Word wakker! Kijk, daar, een droompunt. Geen tijd, we moeten hier weg. Nee, luister. We laten Luigi hier slapen en gaan naar Dromenland. Het slaaplied kan ons niet bereiken zodra we de droomgrens over zijn. Oké, goed plan. Hè? Mario? Oké. Snel, ga naar Dromenland. Oh, nou gaan we nog iets zien. Wat gaat er gebeuren? Het gaat over het hele eiland heen, dat muziek. Eerst komt het in Wakkerzat. Wat is dat voor een muziek? En dat zijn al die mensen die, ja, zeg maar... Dat ritme. Ja, ik doe ze even na. Wat een lijpe muziek. Waarom word ik... Kijk eens wat hier gebeurt. Huh? Wat zijn dit voor maffe dingen? Screams! De droombollen. Droombollen? Daarmee kunnen we de energie verzamelen voor de slaffers. Deze droombollen zijn de energiebron waarmee we de droomsteen kunnen omladen. Dat klonk als een hoop gebrabbel. Maar het zou wel. Ik vind het een fantastisch plan. Skriker D. Goed. Dit is zeer goed. Nog even, wie kon de droomsteen gebruiken? Skrieg. Oké, we gaan naar Droomland. Ja, Mario is een beetje opgelucht door al die chaos van het slaaplied. Poeh, dat scheelde een haartje. Ik voel dat we voorlopig veilig zijn hier in Droomland. Maar we kunnen pas weer terug als het slaaplied is opgehouden. Inderdaad. Het is verstandig om ons voorlopig even gedijs te houden. Oké, dan gaan we op weg. Naar een plek om de droompot weer open te maken. Oh, ja, inderdaad. Wat? Nee! Wat zei ik je? De droompot gaat dicht. De droompot verdwijnt. Oeps.
En weg is hij. De droompot. Hij is weg. Een slecht voorteken. De kracht van het slaaplied is te groot. Luigi slaapt nu zo diep dat de droompot zich heeft gesloten. Daar. We kunnen niet terug naar de wakkere wereld onder deze omstandigheden. We moeten een manier vinden om de droompot weer te openen. Goed dan. Laten we eerst even wat gaan kopen. Goed. Wat kopen? Sluimerkoffie. Laten we dat eerst doen. Oké. Wat kopen? Voorwerpen. Eens kijken wat. Welkom in de winkel van Massives. We hebben al aardig wat, dus laten we wat siroop kopen. Oh nee. Pinda's. Nee, ook niet. En een paddenstoel. Ja, dit doen we. Oh, fuck. Oké, dan heb ik genoeg. Wat nodig? Nee. Wat kopen? Laat maar. Oké. Nou, dan gaan we op weg. De berg op, in Dromenland. Laten we eerst eens even opslaan. Ik ga alle gevechten overslaan vandaag. Zoals nu. Ja, dat is één gevecht. Oké, dan gaan we weer door naar ons avontuur. Wat wacht ons nog op? Nog een gevecht. Ja, nou, die hebben we ook weer verslagen. Oh, daar zit er ook één, maar die geeft niet zoveel EP op. Dus die gaan we even niet verslaan. Door naar het volgende gebied. Een nieuwe Luigi-illusie. Daar! Een Luigi-illusie. Wat zou er gebeuren als we gebruiken? Ik krijg ook koude rillingen als ik naar deze Luigi-illusie kijk. Oh nee! Ik kan niet geloven dat de droompot weg is. Wat moet ik doen als Mario niet meer terugkomt? Kan ik mij ergens mee helpen? En Luigi ligt hier te rillen van de kou. Kon ik hem maar opwarmen op de ene of de andere manier? Raak de glinsterende plekken aan. Oké. En wat gebeurt er? Het voelt ineens warmer. Oh, kijk eens wat er gebeurt. De bevroren pilaren zijn gesmolten. Oh, Mario zweet een beetje. Het is hier best warm, zo te zien. Ik zal Starlo in de wakkere wereld op de hoogte brengen. Nu begint Luigi ook weer in zijn slaap te praten. Cool. Als de temperatuur hier verandert, heeft dat ook effect op Droomland. Komt voor elkaar. Ik zal de temperatuur weer veranderen. En wat gebeurt er? Het begint weer kouder te worden. Nu wordt het weer heel koud. Ik voel dat we nou zijn verbonden met de wakkere wereld. Met deze Luigi-illusie kunnen we de temperatuur in onze omgeving aanpassen.
We moeten deze vaardigheid gebruiken om verder te komen. Oké. Nou, dan gaan we maar weer door met onze avontuur. Eens kijken of hier nog avondstukjes zijn. Ja, eentje op het eind. Oh jee, verkeerde kant. Maakt niet uit. Oké. Zo druk je niet zo goed. Ik doe het met mijn vingers. Niet met de stylus. Nu. Oké, en nou is het weer koud in Dromenland. En nou weer warm. Hier zat het aanvalstukje. Maar wat de fuck deed Mario? Hele tijd doorlopen? Ik heb 2 aanvalstukjes gevonden die. Ja. En dan begint Luigi weer te rillen van de kou. Wat een gekke jongen is het toch. En nu in één keer weer niet. Ja, dat wou ik dus doen. Oh ja, dit stuk. Dit begreep ik eerst niet. Ik kwam niet verder dan dit. Serieus. Maar je moest dit doen. Ik kwam ook niet verder dan het reuzengevecht, wat waarschijnlijk in het volgende deel wel weer komt. Ja, sowieso in het volgende deel. Hier hebben we 2 aanvalstukjes. Oké. Die gaan we allebei even pakken. Dus 1. Ja. We hebben. Oh, daarboven. Dan moeten we zo nog een keer even gaan kijken. Ja, ik moet eerst dit doen. Ja. Een nieuwe. Zo. Nee. Dat wou ik even niet doen. En ik heb alweer bijna een nieuwe meest bekeken video op YouTube. Alleen dan wel met 6 dislikes. 6 dislikes. Maar goed. Die video heeft waarschijnlijk wel 11 likes. Maar op mijn computer staat nog 9 likes. Ja, YouTube is bij mij een beetje slow. Ja, oké. 118 weergaven heeft hij. En het is een van Heroes of the Stars of zo. Een bekende Super Mario Bros. Serie. Die heeft gewoon heel veel views. En die is pas 1,5 maand oud. Net. Ik ga weer pauzeren omdat ik een gevecht ben binnengegaan. Goed dan. Door met ons avontuur. Ja, oh, Luigi is weer geraakt. Oh, gelukkig zijn we nu wel. Ach, jongen. Dan moeten ze toch steeds met Mario en Luigi. Kill of zo. Ik moet weer pauzeren. Alweer, ja, inderdaad. Heb per ongeluk gevlucht. Wat een domme actie van mij. Maar goed. Wow. Ik heb alweer de helft van de aanvalstukjes bij dit gebied. Nou, nu ga ik even niet vechten. Oh, kijk aan. Een vulkaan. Dat is lava, niet waar? Ik voel dat dit een actieve vulkaan is. Maar je is goed op letten op Luigi. Wat zeg je? Je wilt een uitbarsting veroorzaken? Als we de boel aanwakkeren in Droomland, denk je dat de droompoort weer zich opent? Luigi, interessant.
Ja, met de kracht van de uitbarsting lukt het misschien wel. Oh ja. Het is een proberen waard. Laten we naar de krater gaan. Let's go. Oké. Ik ga toch nog een keer vechten tegen die jongens. Nou, tegen een van de twee dan. Deze. Nog een keer pauzeren, want vluchten was mogelijk. XD. Oké. Nou, daar hebben we dus verslagen. We hebben aardig wat EP gekregen, maar ik heb het niet gezien hoeveel. Dus ja. Moet dan maar weer. Dat ik dat niet heb gezien. Avondstukjes hier? Nee. Geen één zelfs. Goed dan. Door naar het volgende gebied. Mis. Nou, mijn HP is heel weinig, maar mijn EP is heel hoog. 344. Nou, dat is wel aardig wat. Ik moet mijn HP nu een beetje bijvullen. Vind ik. Nou, dat was niet zo heel slim. Nou, ik gewoon 60 HP verspild aan wat ik eigenlijk aan 23 HP moet doen. Mario had nog maar 23 HP nodig. Terwijl ik eigenlijk hem een paddenstoel heb gegeven van 60 HP. De rib. Ja. Een avondstukje. Ja, die hebben we ook wel weer verslagen. 302 EP. Oké. Nou moeten we eens kijken, waar is dat aanvalstukje gebleven? Oh, daar zat hij. Oh, weer een aanval niet ontweken. En ja, inderdaad, Mario is level 21 geworden. Dus dan gaan we eens even kijken, wat gaan we dan bijvullen? Geen DP, aanvalkamp. Nee. Ik ga de aanval doen. Plus 4. En dan gaan we gelijk weer door. Lijkt me net zo handig. Dus. Oké, ik heb 6 aanvalstukjes zoals jullie zien nu. Oh, wacht even. Ik ben helemaal de verkeerde kant op gegaan. Zijn er überhaupt nog aanvalstukjes in andere gebieden? Nee. Oké. Dan moeten we maar doorgaan met dit. Ja. Die hebben we verslagen. Dus kunnen we verder gaan nu. En volgens mij zijn we inmiddels nu alweer op de helft van dit deel in Droomland. 7 avondstukjes en ik moet er nog 3 vinden. Zo, Luigi, ik kan zo wel even naar boven gaan. Wow, ik heb een omweg genomen. Ik bedoel minder doorweg. Dat zei ik toch. Oh ja, dit moet ik eerst nog doen, natuurlijk. Oké. Dit is goed. Nee. Ja, zo is goed. Oké. Nou, dan zijn we hier. En dan moet je wachten totdat die dingen boven zijn. Dit. Zo, Mario kan die dingen weer wegschuiven. Dus dan gaan we dat ook doen. En dan kun je gewoon hierop springen. En dan ben je er. Zo makkelijk is dat. Geen aanvalstukjes hier. Goed. Oh ja, hier leren we een nieuwe techniek.
Hier, dit ding is een beetje geblokkeerd. Deze weg. Oh, dan kan ik beter dit doen. Lol, dan ben je dan heel makkelijk. Intrigerend. Er zijn hier heel veel sneeuwhopen. Wauw! En nou lag hij helemaal onder het sneeuw. Wat een krachtige windhoos! Denk je net als die windhoos sneeuw weg zou kunnen blazen? Ik zie daar weer een sneeuwhoop. Laten we het met deze hoop proberen. Kukus. Een indrukwekkende tornado. Jullie zijn één met de wind. Alles in orde? Fabelachtig. Je vliegt op de wind. Ja, daar gaat hij. Druk op A als je een kegel vormt om een tornado te maken. Zodra het waait, kun je Mario bewegen met de draaiknop. Oké. Je hebt een tornado geleerd. Druk op A terwijl je een kegel vormt. Gebruik hem om allerlei obstakels weg te blazen. Ja, ik heb een vage herinnering aan sneeuwhopen in andere gebieden. Oké. Doei. Zo, de Luigi-illusies zijn weer weg. Dus kunnen wij weer verder gaan met dit. Nee. En voordat ik het vergeet, moeten we niet nog een aanvalstukje oppikken in dit gebied. Zo, zag je dat? Mario sloeg tegen Luigi aan. Lol. Oké, we gaan een gevecht overslaan. Ja. Dat was het alweer voor het gevecht. En wij gaan verder met het avontuur, zoals jullie al wisten. We hebben 8 aanvalstukjes gevonden nu. We moeten er nog 2. En voordat ik het vergeet, moeten we dit ding hier even naar beneden brengen. Zodat we dat een hele stuk niet hoeven te doen. Oh, fuck. Dan gaan we het dan niet zeggen om dat hele stukje helemaal opnieuw te doen. Oh, wacht even. Ik weet iets. Ik dacht al, ik ga zo rip. Omdat ik het hele stuk overnieuw moet doen. Dat ding komt niet meer naar beneden, verdomme. Dan gaan we gewoon dit doen. Eerst naar een andere gebied en weer teruggaan. Ja, zie je? Dat ding is weer terug. Het is inderdaad wel jammer voor de kijkers die dit echt heel erg leuk hadden gevonden voor als ik echt dat hele stuk wel opnieuw moet doen. Maar helaas is dat niet doorgegaan. Ik had het eigenlijk eerlijk gezegd zelf ook wel heel erg grappig gevonden. Gezegd overslaan. Oké, Luigi is level 21, zoals jullie zien. En wij gaan bij Luigi aanpassen de... Niet de DP, de aanvalkant,
Nee. Ja, laten we bij Luigi de snelheid aanpassen. Oh nee, met plus 3. Ik ga vandaag bijna stoppen voor dit deel. Ja. Ja, beeld verschoven een beetje inderdaad. Maar goed, verder gaan met dit deel. Verder gaan met dit stuk. Oké, ja, ik zei inderdaad al, we zijn bijna klaar voor dit deel. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk nu is. Anders kloppen de delen morgen weer helemaal meer. Dus wij gaan ermee stoppen vandaag. Ik zie je later, kijkers. En bedankt voor het kijken. Later.